Geïsoleerde vloeren, dubbel glas en zonnepanelen. Veel verschillende vormen van duurzaamheid waren toegepast in de pop-up woning van woningcorporatie Domein. Zo kregen de bezoekers een duidelijk beeld van de mogelijkheden die er zijn om je woning duurzamer te maken. Welkom in onze pop-up store. Kom maar eventjes binnen, even een kijkje nemen. De mensen kunnen hier terecht om wat meer informatie in te winnen om hun woning te verduurzamen. De mensen die we hebben aangeschreven hier in de buurt, die hebben allemaal identiek dezelfde woning. Wat was voor u de reden om hier even te kijken hoe het huis eruit zag? Nou, puur even informatief, om een idee te krijgen van oké, wat is er met de bestaande woning gebeurd? En hoe heeft het rijmaken het opgelost? Daar was ik wel even benieuwd naar. Hier zat nog oud enkel glas, zat in de bestaande kozijnen, waar we dan naar gaan kijken van wat is nu de staat van die kozijnen en we moeten dat gaan vervangen, inclusief het schilderwerk en het afwerken. We hebben hier ook de vloer hebben we geïsoleerd. Dat zijn zogenaamde chips. In principe zijn er verschillende materialen zijn er van toepassing voor je vloerisolatie. Waar wij dus naar gaan kijken wat voor type vloer is het en hoeveel ruimte zit er nog onder de vloer. En hier was de ruimte behoorlijk beperkt. Dus hebben we hier gekozen voor een bodemisolatie. Heeft u een aantal milieubewuste of energiebewuste aspecten gezien die u graag wil overnemen? Nou, eventueel de vloer. En dat is, die hebben ze wel mooi geïsoleerd zo te zien. Dit is een kast. Die is rechtstreeks aangesloten op de zonnepanelen en ook op de meterkast. En je kunt hier op het schermpje kun je zien, als het groene lampje brandt, dan is er in ieder geval geen storing. Maar je kunt ook op het schermpje zien hoeveel kilowattuur de zonnepanelen hebben opgewekt. Bent u al om zonnepanelen op het dak te plaatsen? Ja, ik denk een hele goede aanvulling om je eigen stroom op te wekken. Vooral met een plat dak situatie zoals hier. Want van de buitenkant zie je dus niks van.